is de afgelopen week continu in het nieuws. De Banga-lijsten. Banga is straattaal voor slet. Dit zijn dus lijsten waar meisjes op staan die een slet zouden zijn. Daar wil je dus niet op staan. De politie wil nu dat deze dames aangifte gaan doen als ze op zo'n Banga-lijst staan. Wij gaan de straat op om jullie te vragen wat jullie vinden van die Banga-lijsten. Ik heb er wel over gehoord, ja. Ja? Ja. Ik heb er wel van gehoord. Sta jij heel toevallig op een Banga-lijst? Nee, gelukkig niet. Gelukkig. Ja. Maar je weet wel wat het is? Ja. Gaan die dingen ook rond bij jou op school? Wel gesprekken erover, maar voor de rest niet echt. Voor de rest niet? Nee. Er staat wel iemand van de tweede klas erop, dat heb ik gehoord, maar voor de rest. Ik heb gehoord dat het een lijst is waar sletjes op staan of zo. Maar ik heb nog niet gehoord wie erop staan, maar wel dat er wat van die lijsten op zijn. Oh jeetje, er gaan wel lijsten, Banga-lijsten rond op deze school hier achter me. Ja, ik geloof het wel. Sta jij daar toevallig op? Geen idee, maar ik hoop het niet. Oeh, jij schat de kans wel enigszins mogelijk? Nee, ik denk het niet. Nou, we hebben er wel van gehoord. Nou, ik heb gisteren op Twitter heel veel over gelezen en zo. En wat dat meisje van eergisteren, die zelfmoord heeft gepleegd erom. Nou ja, dat zeggen mensen. Dat vond ik wel heel erg. Dus, dat vond je wel heel erg? Ja. Gaan er op deze school ook Banga-lijsten rond? Niet voor zover ik weet. Ik denk, er was één, niet een Banga-lijst, maar wel een andere sletten. Dat is altijd dingen. Ja, maar dat is een Banga-lijst. Ja, ik denk wel dat er mensen dat soort dingen zeggen, maar niet echt een lijst maken, maar wel zeggen van, oh, zij is een slet. Een jongen die ik op een slettenlijst zou zetten? Nou, nee, sorry. Het zijn wel jongens waarvan ik denk, waar ben je mee bezig? Maar ze zijn allemaal heel lelijk, dus waarom zou je een slettenlijst maken? Ik vind niet dat je een slet kan zijn als je heel lelijk bent. Want dan ben je gewoon geen, dan heb je ook geen meisjes, dus dan ben je toch ook geen slet. Als je op zo'n Banga-lijst stond, wat zou je dan doen? Niks. Gewoon laten. Gewoon niks aantrekken. Nou, ik zou me wel kut voelen, maar ik zou het denk ik gewoon laten. Ja. Ja? Ik zou het niet serieus nemen. Ja, als het heel erg wordt of zo, als er heel veel lijsten ontstaan, dan zou ik misschien wel naar de leraar gaan of zo. Van ja, ik vind het echt gewoon, of mijn ouders of zo. Maar ik zou niet heel snel naar de politie gaan. Dat zou ik een beetje raar vinden. Nee, niet. Nee. Maar het gebeurt gewoon op Twitter, of niet? Onder andere, ze worden vrijgegeven op Twitter, inderdaad. Twitter is gay. Iedereen is inmiddels wel bekend met de Banga-lijsten. Maar de dames die we hebben gesproken, stonden er gelukkig voor hun niet op. Mocht je er nou wel op staan, kun je altijd aangifte doen bij de politie.